Dames en heren, welkom in het nieuwe Luxor Theater. Het is vrijdag 16 mei 2014. Dit is de avond van de Aardig Onderweg Awards. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main au soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on a mon papa, c'est aux Champs-Élysées. Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh leuk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel, ons Brussel was Amsterdamse draaiorgelgemeut aanzetten, weet je wel. Dat moeten we niet hebben, hoor. We zijn hier in Rotterdam. We zitten net met een zaaltje gezellige RET'ers bij elkaar, weet je wel. Gaan we over Amsterdam dan zingen. Miet erop, joh. Ik moet jullie zeggen, ik ben ook in Rotterdam geboren. In een stuitligging. Alhoewel, ik lag zo. Zo. Nou, niet bepaald de houding waar de werkmentaliteit van afstraalt, zeg maar. Toen mijn vader het zag, ging hij meteen een uitkering aanvragen. En daar heb ik nog steeds veel profijt van, hoor, moet ik zeggen. Ja, Rotterdam, ik had al heel snel in de gaten dat Rotterdam iets heel speciaals heeft. Rotterdam heeft een beetje karakter, een beetje mentaliteit, een beetje strijdvaardigheid, weet je wel. Heel anders dan Amsterdam. Wie is er wel eens in Amsterdam geweest? Eerlijk zeggen, wie is er wel eens in...
Ja, toch wel een paar. Hè. Is mooi? Ja, is mooi, ja. Ja. Ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Ik kom altijd tot Schiphol en dan stijf ik op, weet je wel. Dus, maar het schijnt prachtig te wezen, hoor. Je hebt er pleinen en grachten en scheefgezakte, pittoreske grachtenpand, woningjes, weet ik het allemaal. Hoewel trouwens, ik ben wel één keer in Amsterdam geweest. Naar de hoeren. Ja, ik was 7. En mijn moeder zegt, joh, hier heb je 50 gulden, je bent een beetje druk, ga jij maar naar de hoeren, weet je wel. Ik naar Amsterdam, naar de Wallen. En na een tijdje zoeken, joh, had ik een hoer. Die had zelf ook zulke wallen, dus vandaar de naam natuurlijk. Maar ja, ik werd al geil van een poepende hond, dus wat dat betreft... Ik naar binnen. En ze had ook maar één been. Ja, dat andere been, dat was ze kwijtgeraakt. Ik denk dan, let een beetje op waar je je been laat, weet je wel. Maar zij was het kwijtgeraakt. Ze had klem gezeten in het Anne Frankhuis tussen twee Duitse toeristen, weet ik veel. Je kon er eenmaal niet om te lullen, nietwaar? Dus, maar dat is ook gek, jongen. Een hoer met één been. Dat is toch ook net of je hem een beetje in een flamingo staat te frommelen, zeg maar, weet je. En ze had ook zo'n klein ringetje. Zo'n heel klein ringetje in een plooitje. Ja, ik denk iemand zijn trouwring verloren, weet je wel. Je weet het niet. En ik trok er een beetje aan, zat ik een beetje vast aan een stukje wild vlees, weet je wel. Maar ja, ik denk, joh, het zal allemaal wel. Ik lig een beetje mijn best te doen. Maar op een gegeven moment slaat mijn beugeltje, slaat klem in het ringetje. Ik zei, probleempje. Sta je ook voor lul bij je huisarts, hoor. Met die hoer zo, met dat ene stompie zo, dat hangend. En dan zo, ja, schiet door. Hij staat een beetje onhandig met zo'n tangetje te frutten. Hij heeft dat ook nog nooit bij de hand gehad. Zij moet pissen van de zenuwen. Dus zij pist zo'n beetje tegen mijn gehemelte aan, weet je wel. Die praktijk onder de zeik, die dokter over de rode joh. Les 1, ga nooit met een beugel naar de hoeren. Nee, doe. Nee, dan kan je beter hier in Rotterdam naar de OQ gaan, hoor. Oh, dat klinkt bekend, hoor ik. Ook je zwemdiploma gehaald, zei, ja. Ja, dat is een goed bad, hè. Is mooi banen trekken daar, man. Ja, dat zijn geile meiden, hoor. Die zuigen het laken door je reet heen, hoor. Echt waar, ja. Maar ja, het wordt ordinair, mensen. Dat moeten we niet hebben. Jullie denken natuurlijk dat ik die avond aan elkaar praat. Dat is helemaal niet waar. Ik ben helemaal geen presentator. Ik kan dat ook helemaal niet. Ik ga jullie wel de presentator van vanavond aankondigen. Een enorm applaus, dames en heren, voor Jan Kooijman. Een heerlijke volle zaal hier in het schitterende nieuwe Luxor Theater. Welkom allemaal thuis. Ook allereerst nog een groot applaus voor het RET Aardig Onderweg Huisorkest onder leiding van Carlo van der Put. Ja, dat zijn ze goed, hè? Ook in die opening, joh. Wauw, ongelooflijk. Wat fijn om het hier zo vol te zien en wat fijn ook dat jullie allemaal thuis meekijken op TV Rijnmond. De RET Aardig Onderweg Award. Het begint een beetje een begrip te worden, hè, in Rotterdam, de mooiste stad van het land. Het is alweer de vierde keer dat ze georganiseerd worden. En laten we hem er snel bij halen. De man die dit allemaal mogelijk maakt, de directeur van de RET. Nou, wat fijn dat we er weer zijn met z'n allen. Ik mocht vorig jaar meemaken natuurlijk, mocht ik de avond aan elkaar babbelen. En... Ja, het zit helemaal op. Hè? Sorry. Het is voor mij buitengewoon. Heb jij dat geregeld? Ik kijk heel even de police in. Sorry. Op deze bijzondere en ik mag wel zeggen... Sorry hoor. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk niet echt kunnen dat u zich zo er doorheen weet te wurmen, meneer Harmsen. Dat is niet zo netjes. Hoe kun je dat dan bezwaar tegen maken, collega en ik heb een hele bespraak voorbereid. Ik ben in mijn status als emeritus directeur nog altijd zeer verwant met onze RET-clientele die ik vanavond... Mede op verzoek van Jaap Kooijman. Nee, niet Jaap Kooijman. Warm toegespreken. Sorry. Maar ja, meneer Harmsen. Als jij vindt dat dat niet kan via dit
het lichaam te virtuele medium. Ja, misschien moeten we gewoon wip ik even naar het podium. Maar ik weet niet of dit nou echt... Of dit... Meneer Harmsen. Okay, ik heb een officiële... Ik ga hier niet eens aan beginnen. Zoek het lekker uit met z'n tweeën. Ik heb een officiële toespraak voorbereid. Goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom op deze vierde Haamse Zalig Awardshow. Ook u kunt vanavond een winnaar aanwijzen. De publieksprijs. Wie verdient er volgens jou dit jaar de publieksprijs van de Aardig Onderweg Awards? Is dat Lisanne met Laat ze maar lachen? SMS dan Lisanne naar 2580 of bel 0909-0321. Vind je dat Flori met de Spelotheek de publieksprijs moet winnen? Stem dan op Flori en sms Flori naar 2580 of bel 0909-0322. Of ben je voor Jacqueline van Zingen in Gebarentaal? Stem dan op Jacqueline en sms Jacqueline naar 2580 of bel 0909-0323. Laat jouw favoriet niet in de steek en stem. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden, minstens 40 jaar naar jouw idee. Waar blijft de tijd? Je bent die jaren kwijt, al heb je van geen dag een centje spijt. Oliecrisis kopte elke krant en je zag geen auto in het hele land. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou, maar jij was bij haar en zij bij jou. Je denkt wel eens, is het echt zo lang geleden? Coat en die voor het eerst op de tv. Nu allebei een hele grijze kop en een beetje dikker net als wij. Een op het WK verspeelde kans en die match won voor het laatste Tour de France. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou, maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel gewoon was, toen geluk nog heel gewoon was, toen geluk nog heel gewoon was. Weer. Aan jou, elkaar en dat bewuste jaar, wat hield je toch ontzettend veel van haar. De president verliet het Witte Huis en Veronica verging met man en muis. En jij wist niet wat je wou, wat er nog komen zou, maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel gewoon was, toen geluk nog heel geluk nog heel gewoon was. Met z'n allen jongens, kent ze wel. Toen geluk nog heel gewoon was. Toen geluk nog heel gewoon was. Toen geluk nog heel gewoon was. Het begon 4 jaar geleden als een idee op het hoofdkantoor van de RET. Het openbaar vervoerbedrijf wilde de stad ook sociaal verbinden. De Aardig Onderweg Awards zijn ondertussen niet meer weg te denken uit de regio Rotterdam. De jaarlijkse prijs is een traditie gebouwd op de fundamenten van de stad. Ondernemersgeest, verantwoordelijkheidsgevoel, solidariteit en het adagium dat zo onlosmakelijk met het succes van Rotterdam verbonden is. Niet lullen, maar poetsen. Het comité van aanbeveling en de jury bestaan uit leden die hun sporen in de economie, de kunsten en het bestuur van Rotterdam verdiend hebben. Ze maken ieder jaar een selectie uit de vele inzendingen en wijzen uiteindelijk de winnaars aan. Talloze bijzondere mensen met geweldige initiatieven hebben zich in de loop van de tijd aangemeld voor een award. Enkele sleepten deze ook echt in de wacht.
De aardig onderweg award met een geldbedrag van 10.000 euro betekende altijd een forse duw in de rug. Niet alleen vanwege de financiële oppepper, maar vooral ook vanwege de bekendheid en de sympathie die de winnaars kregen. Verschillende initiatieven zijn mede dankzij de Aardig Onderweg Award succesvol landelijk doorgebroken. 2 jaar geleden werd voor het eerst de publieksprijs geïntroduceerd. In een serie televisieprogramma's op RTV Rijnmond presenteerden bekende ambassadeurs de genomineerden aan de stadsregio. U werd opgeroepen om uw voorkeur duidelijk te maken. En dat deed u massaal. Ieder jaar in grotere getalen. Dit jaar begonnen we de Aardig Onderweg Awards met een unieke mediamarathon vanuit een rijdende tram. De aanmeldingen stroomden binnen. 50 initiatieven mochten zichzelf presenteren tijdens de spannende pitchdag. Het comité van aanbeveling had het niet makkelijk, maar koos uiteindelijk 12 genomineerden. De winnaar! Vanavond is het zover. De ontknoping. Welke initiatieven gaan er straks naar huis met een cheque van 10.000 euro? En wie vallen er helaas buiten de prijzen? Wie kiest u dit jaar als winnaar van de publieksprijs? We gaan beginnen. Dit is de avond van de Aardig Onderweg Awards 2014. Ja, dat is het zeker. En het is een ongelooflijk spannende avond. Jullie hoorden net natuurlijk de geweldige Rotterdamse band The Kick met de titelsong van de film Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Maar laten we heel even stilstaan bij degene voor wie de spanning het allerhoogst is, de genomineerden. Ze zitten hier allemaal in de zaal en we hebben er al even een spotlight op gezet. Hoe gaat het daar met de spanning? Dat komt volgens mij allemaal hartstikke goed. Het is tijd voor de eerste categorie. Voor de stad. Gert-Jan van Rainbow City Rotterdam zet zich in voor de acceptatie van seksuele diversiteit in de regio Rotterdam. Bij hem draait alles om het vieren van individuele verschillen, in plaats van het veroordelen van elkaar. Met ludieke straatacties maakt Rainbow City Rotterdam diversiteit overal bespreekbaar. Met de award kan een droom binnen bereik komen. Een plek waar jongeren van alle geaardheden en achtergronden zich thuis voelen. In de Spelotheek van Flori worden kinderen met een leer- en taalachterstand op een bijzondere manier bijgespijkerd. Ze werken aan de vakken waar ze problemen mee hebben door spelletjes te spelen. 20 weken lang krijgen ze 2 uur bijles per week. Inmiddels zijn al 70 vrijwilligers aan de slag met deze unieke methode. Met het winnen van de award wil de Spelotheek groeien, zodat ze de hele regio Rotterdam spelenderwijs op weg kunnen helpen. Stefans initiatief Rafotte zorgt dat kinderen weer op een avontuurlijke manier buiten spelen. In samenwerking met buurtbewoners tovert Rafotte braakliggend terrein om tot stedelijke speelparadijzen waar je als kind eindeloos op ontdekkingstocht kunt. Met de prijs van 10.000 euro wil Rafotte een klimparcours bouwen op hun bestaande plek en op een nieuwe locatie in Prins Alexander. Voor nog meer avontuurlijk spelen. Ja, en dan komt het spannende moment. De winnaar van de Aardig Onderweg Award 2014 in de categorie voor de stad is Gert-Jan! Gefeliciteerd. Gert-Jan, loop even naar de katheder. Dan mag je nog even de mensen bedanken die jij graag eventjes toe wil spreken. Ik heb wat opgeschreven, want ik had natuurlijk al door dat het uit mijn hoofd niks ging worden. Ja, dank voor deze mooie woord ook aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homofobie. Ik hoor steeds vaker ook de term komen de gewone Rotterdammer. Ik denk dat het vanavond bewijst dat Rotterdammers alles behalve gewoon zijn. En als ik naar mijn mede-genomineerden kijk, dat Rotterdammers gewoon vooral hele uitzonderlijke, bijzondere mensen zijn. Dank u wel. We gaan door met een schitterend programma, zoals ik al zei. En we staan even stil bij een ongelooflijk jong talent. Een heel groot applaus alstublieft voor Lucy Hors.
Vorig jaar won ze met haar project Stichting Bond zowel de jury als de publieksprijs. Stichting Bond organiseert activiteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking tussen de 12 en 22. Na het winnen van de awards is de stichting twee keer zo groot geworden. Inmiddels hebben ze meer dan 50 jongeren onder hun hoede, die ze in stijl kunnen ophalen in hun nieuwe Bondbus. Voor de uitreiking van de Aardig Onderweg Award in de categorie Voor Elkaar is hier Miss Bond Floor Brouwer. Ja jongens, daar sta ik dan weer. Het is alweer een jaar geleden eigenlijk. En wat dat jaar heeft opgeleverd is immens. En ik gun dat alle genomineerden eigenlijk ook toe. Om mee te maken wat wij hebben meegemaakt. Dit zijn de genomineerden in de categorie Voor Elkaar. John van Running Blind is met zijn sportinitiatief een aanwinst voor de regio. Bij Running Blind kunnen blinden en slechtzienden onder begeleiding hardlopen. En voor oudere deelnemers is er sinds kort Nordic Walking. Met het winnen van de award wil John nog meer mensen met een visuele beperking de kans geven om te genieten van bewegen in de buitenlucht. Midden in het Zomerhofkwartier staat de treincoupé van Gare du Nord. Hans en Pinar willen met dit veganistische restaurant mensen in de regio Rotterdam laten proeven en ontdekken dat plantaardig eten gezond, duurzaam en lekker is. Naast deze restauratiewagen hebben zij ook Kook met me mee workshops voor kinderen uit de wijk. Met de Aardig Onderweg Award willen zij hun initiatief naar meerdere wijken gaan uitbreiden. Top! Rapper Big J van Helderheid wil met de workshop Pesten is dwaasheid jongeren op scholen laten zien dat pesten niet cool is. Maar dat je elkaar juist moet stimuleren om verder te komen in het leven. De workshopleiders zijn rappers die de boodschap op een heldere en eigentijdse manier overbrengen. Met de award wil Big J onder andere de rappers trainen om hun werk nog beter te kunnen doen. Zet je schrap, ik ken het gevoel, daar gaan we. De winnaar van de Aardig Onderweg Award 2014 in de categorie Voor Elkaar is Big J. Loop met me mee en pak je prijs. Daar is die, hij is voor jou, Big J. Ik had het echt niet verwacht. Ik zeg je eerlijk, weer. Normaal heb ik veel te zeggen, maar... Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is... Rust, vrede, helderheid, we missen je. Hoe meer we bezig zijn, hoe meer we missen je. Jij toch? Johnny Mesquiet, we zijn binnen, jee toch? Johnny Mesquiet, ik hou van je, jee toch? Dit is niet voor ons, dit is voor de jongeren van de straat die soms vergeten zijn. Dit zijn voor de kinderen in de achterstandwijken die soms mensen zijn vergeten. En daarom gaan wij van de straat, gaan wij die jongeren motiveren om terug te komen in de samenleving. We gaan die kinderen motiveren om elkaar te ondersteunen, want die hulp hebben ze nodig. Dames en heren, dankjewel. Juryleden, dankjewel. Nice. Gefeliciteerd, Big J.
Wauw, wat is het genieten om hier weer te staan. 2 jaar geleden stond ik hier met mijn aardig onderweg award. En sindsdien zijn er heel veel bijzondere dingen gebeurd voor Jong 010. We zijn gegroeid van 4000 kranten in 2012 naar 30.000 kranten maandelijks in Rotterdam op dit moment. En we zijn zelfs eerste stap aan het maken om landelijk te gaan. Maar goed, het gaat vanavond niet om mij. Ik sta hier voor de genomineerden in de categorie Voor het Verschil. We gaan naar jullie filmpje kijken. Vanwege de bezuinigingen in het speciaal onderwijs komen dove en slechthorende kinderen steeds vaker terecht op reguliere scholen. De communicatie tussen de klasgenoten verloopt dan niet altijd even soepel. Jacqueline heeft hier iets op bedacht. Met haar workshop Zingen in Gebarentaal wil zij op een speelse manier de communicatie tussen de verschillende kinderen verbeteren. Als Jacqueline de award wint, gaat ze een lesprogramma ontwikkelen voor basisscholen in de hele regio om alle kinderen dezelfde start te geven. Tracy heeft een alternatieve voedselbank opgericht voor iedereen die wel wat extra hulp kan gebruiken. Voor een minimale bijdrage kunnen de mensen boodschappen bij haar doen, waarna ze gratis brood en groenten mogen uitzoeken. Isaac en de Schittering deelt zo meer dan 20.000 broden en honderden kilo's groenten per maand uit. Met de award wil Tracy een koelbus kopen om het fruit en groente goed te kunnen vervoeren in de zomermaanden. Marit en Saskia zijn hard op weg om Rotterdam te veroveren met hun bijzondere sieraden en accessoires. Alles wat deze twee zusjes maken komt namelijk voort uit de Rotterdamse afvalberg. Zo maken ze van kapotte fietsbanden en oude jeans prachtige tassen. Als ze de award winnen, verruilen ze hun hoofdkantoor op zolder voor iets groters. En met een betere naaimachine kan nog meer afval veranderd worden in bijzonder Rotterdams design. Daar gaan we. De winnaar van de Aardig Onderweg Award 2014 in de categorie Voor het Verschil is Jacqueline. Fijn, loop met me mee. Dankjewel. Kijk eens, deze is voor jou. Oh, mooi. Zo, dat komt even binnen. Oeh. Oh. Ik heb er wel rekening mee gehouden en ik heb wel een beetje voorbereid, maar nu toch. Jeetje, nu heb ik hem echt en nu... Wow, het is niet te geloven. Echt. Dus, ik begrijp het gewoon niet. Maar nee, ja, ik ben er echt heel blij mee. Nou, hartstikke bedankt. Nog een heel groot applaus. Gefeliciteerd. Bedankt publiek natuurlijk, hè. Bedankt. En ik wil nog heel even vragen om natuurlijk op mij te stemmen, hè, met de publieksprijs. Nou, dankjewel. Oh, gefeliciteerd.
We gaan door met dit prachtige programma hier in het Nieuwe Luxor. Dames en heren, een groot applaus voor Adlicious en de Groove Kings. Used to go to bed almost every night, dancing till I thought I'd lose my breath. Now it seems your dancing feet are always on my couch. Good thing I could call or else we'd starve to death. Ain't that a shame? What have you done for me lately? Ooh, yeah. What have you done for me lately? In 2011 won hij een aardig onderweg award met zijn project Granny's Finest. Dat breiende oma's koppelt aan jonge ontwerpers, stylisten en fotografen. Een bijzonder vruchtbare samenwerking. Sinds het winnen van de award veroveren de breiende oma's het hele land. Inmiddels werken er 300 oma's in de 5 grootste steden van het land aan dit prachtige merk. Voor de uitreiking van de Aardig Onderweg Award in de categorie Voor de Toekomst is hier breimagnaat Niek van Hengel. Nou, ik hoop dat zo'nzelfde soort vlucht de initiatiefnemers die vanavond met de prijzen naar huis gaan ook is gegund. En daarom stel ik voor dat we naar de initiatiefnemers gaan kijken voor de categorie Voor de Toekomst. Volgend jaar is het 70 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Fred van Seniorenjaar 010 wil daarom in 2015 nog één keer een saluut brengen aan diegenen die na de oorlog de stad weer hebben opgebouwd. Met verschillende activiteiten krijgt de eerste generatie dan misschien wel voor de laatste keer een bijzonder eerbetoon. Die mensen
die er allemaal voor hebben gezorgd. Laten we daar nou nog eens een keer aan denken. Er wordt te weinig aan gedacht. Mireille van Talentfabriek 010 biedt mensen zonder opleiding of werkervaring een kans om zichzelf te ontplooien. In korte tijd heeft ze hiervoor verschillende plekken in de regio opgezet. Met een naaiatelier midden in de stad en een prachtige stadsboerderij onder de rook van 16oven helpt Talentfabriek 010 mensen op weg naar een plek op de arbeidsmarkt. Als ze de award wint, gaat Mireille een landbouwwerktuig kopen om de 2,5 hectare grond van de stadsboerderij te kunnen bewerken. In Rotterdam groeien maar liefst 12.000 kinderen op in armoede. Met Laat ze maar lachen bezorgt Lisanne elke maand 30 kinderen een onbezorgde dag vol plezier. De kinderen komen allemaal uit gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Van knutselplek tot dierentuin, Laat ze maar lachen verzint elke keer iets nieuws om een lach op een kindergezicht te toveren. Met de award kan Lisanne meer dan 1000 kinderen de dag van hun leven bezorgen. De winnaar van de Aardig Onderweg Award 2014 in de categorie Voor de Toekomst is Mireille, gefeliciteerd. Je mag wat zeggen, Mireille. Ja, nou wauw, dit is echt, ja, dit is helemaal te gek. Ik heb het echt heel vaak tegen de jury ook gezegd en tegen alle mensen die het maar wilden horen, van het belang hiervan is gewoon niet alleen dat ik zie dat de mensen waarmee we werken aardig onderweg zien zijn, maar dat iedereen het ziet. Gefeliciteerd, Mireille. Ongelooflijk gefeliciteerd. Dankjewel. Geef maar de check. Ja, deze kant op, jongens. Dankjewel. Kom maar. Ik heb er weer één. Wat hadden we het nou over voor de pauze? Oh ja, over Amsterdam. Ik ben een keer aangehouden in Amsterdam op de Magere Brug. Ik bedoel, wij hebben dan de Brienenoord en de Erasmus, maar zij hebben dan de Magere Brug. En die loopt zo. Dus zeg maar, je rijdt erop met je auto en dan kom je ergens bovenaan. En dan is het maar de vraag welke kant je op klapt, weet je wel. Het is ook voetgangersgebied, geloof ik. Ja, wat had ik op een bakkie of 16, 17, weet ik veel. De Magere Brug. En ineens voor me zeg, stop, politie. Nou, heel gek, want ik kon toch geen kant op. Dus ik draai mijn raampje open en zo'n agent die zegt van... Rij een kentekenbewijs, alsjeblieft. Ik zeg, normaal praten. Ja, daar heb ik zo'n hekel aan, weet je wel, dat Amsterdamse geneuzel. Dus hij zegt, heb me niet gedronken. Ik zeg, ja, natuurlijk heb meneer gedronken, want anders durf ik niet in te voegen, trekgeit. Hij zegt, ja, meneer, je zit er helemaal te blazen. En dan ben ik genoodzaakt op te treden. Nou, joh, daar heb ik echt de hele nacht in Amsterdam in zo'n piscel gezeten, joh. En ik zit daar en toen moest ik ineens denken aan het oude RET-lied. Ken je toch nog wel het oude RET-lied? We hebben het verleden jaar nog gezongen. Ken je hem niet? Oude RET-lied niet? Jongens, kom op. De gele kanarie, kent hem wel? Ja, toch? Ja? Daar gaat hij. De gele kanarie, die staat op de bar. Ik zit in de penarie. Ja, ik ben in de war. De tapkraan gaat open. Ze schenkt nog eens in. Ja, ik ben de tapkraan. Ze. Maar ik heb het wel naar mijn
bijzondere samenwerking van 4 dansers en 3 muzikanten. Viool, cello. Ik hoop dat u gaat genieten. Connie Jansen danst en DJ Sven. Wie verdient er volgens jou dit jaar de publieksprijs van de Aardig Onderweg Awards? Is dat Lisanne met Laat ze maar lachen? SMS dan Lisanne naar 2580 of bel 0909-0321. Vind je dat Flori met de Spelotheek de publieksprijs moet winnen? Stem dan op Flori en sms Flori naar 2580 of bel 0909-0322. Of ben je voor Jacqueline van Zingen in Gebarentaal? Stem dan op Jacqueline en sms Jacqueline naar 2580 of bel 0909-0323. Laat jouw favoriet niet in de steek en stem. Meneer Aboutalo. Welkom. Loop mee, kom naar de katheder. Dank u wel. Rotterdam en omstreken, goedenavond. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben ongelooflijk vereerd dat ik vanavond hier de publieksprijs mag uitreiken voor een van de prachtige instellingen die we in deze stad en in deze regio hebben. Ons eigen vervoersbedrijf. Ik laat u niet langer in spanning, want de notaris is hier. We hebben de uitslag. En de winnaar van de publieksprijs van de Aardig Onderweg Award 2014 is geworden... Flori! Richting de burgemeester... Ik heb me daar, dames en heren, laten vertellen dat ze niet zomaar een winnaar is, maar dat ze bijna zo ongeveer alle stemmen heeft gejat. Ze zijn allemaal op haar uitgebracht ongeveer. Een geweldige uitslag voor Flori. Ah, leuk, hè? Wauw, dankjewel. Ik had het niet verwacht. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken, familie, vrienden, mijn lieve collega's en bestuur. En alle basisscholen die hier ook aan mee hebben gewerkt. En natuurlijk alle PR en reclame die we hebben gehad.
En we gaan ervoor zorgen dat niet alleen mijn dromen, ook de dromen van mijn collega's en de dromen van de kinderen waar kunnen maken. Dus dankjewel. Gefeliciteerd. De winnares van de Publieksprijs 2014 van de RET Aardig Onderweg Awards, Flori. En natuurlijk ook ongelooflijk bedankt, burgemeester Abu Talib. Dank u wel. Ja. Ja, mooi. Mooie winnaars, blije winnaars. Blije gezichten in de zaal. Ik geloof dat iedereen hier een mooie avond heeft gehad. Ik hoop u thuis ook. Dank u wel voor het massale stemmen. We zijn bijna aan het einde gekomen van weer een schitterende editie van de RET Aardig Onderweg Awards. Dit keer het jaar 2014. Hopelijk tot volgend jaar. En als uitsmijter, u heeft ze al een paar keer voorbij zien komen. Het geweldige trio Ed Lisjes. En ze hebben een van de beste zangeressen van Nederland meegenomen, dames en heren. Anita Meijer. I was young, I felt the need of learning. Love, I was told, kept the wheel on turning. Still, I'm trying to find peace of mind inside. For once in your life, you feel the urge of knowing and wondering why. Ja, why, waarom, hè? We vragen het ons allemaal.